Goedendag, ik ben Arjen Versloot. Ik werk aan de UvA, aan de faculteit van de Geesteswetenschappen. En ik ben hoogleraar Germaanse taalkunde. Dat wil zeggen dat ik mij met name bezighoud met Scandinavische talen, met Duits en ook met Fries. Om een beetje een indruk te geven van waar taal, cultuur, regio, geschiedenis over gaat, heb ik hier een verhaal voor jullie. Dat heet Met paard en wagen naar de oorsprong van de taal. En dat gaat heel erg over iets dat heel lang geleden gebeurd is, maar tegelijkertijd, en daarom heb ik het ook uitgekozen, is het ook illustratief omdat het ook weer iets vertelt over nu, over onze opvattingen, over de manier waarop we kijken naar de wereld. En die twee dingen, dat verre verleden en dat hele actuele heden, zijn bijna niet los van elkaar te zien. We beginnen eerst even met het verre verleden. En in 1786... hield Sir William Jones in Calcutta, dat toen Brits-India was, een verhaal waarin hij het volgende zei. The Sanskrit language, Sanskrit is de heilige taal van India, whatever be its antiquity, is a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity both in the roots of verbs and in the forms of grammar than could possibly have been produced by accident. Met andere woorden, hij wijst erop dat het Sanskriet, die heilige taal van India, toch wel heel erg lijkt op het Grieks en Latijn dat hij als goed opgeleide Britse ambtenaar heeft geleerd in zijn opleiding. En dat ze zoveel op elkaar lijken dat dat eigenlijk geen toeval kan zijn. En dat is eigenlijk wel heel raar als je bedenkt dat daar duizenden kilometers tussen zitten. Dat sommige talen op elkaar lijken, wordt altijd, Jones wordt deze lezing die hij daar in Calcutta hield, wordt altijd als het beginpunt genoemd. Maar een hoogleraar in Leiden, meer dan 100 jaar daarvoor, van Boxhorn, had daar ook al eens op gewezen. Maar op een gegeven moment, zo gaat dat vaak, wordt iets opgepikt en dan ineens wordt er wat mee gedaan. Nou, waar zien we dat nou aan? Ik heb even een voorbeeldje meegenomen van de telwoorden in onze taal. Je ziet hier de telwoorden 1 tot en met 9 in het Nederlands bekend. En als we daar nou eens Latijn en Grieks naast zetten, 1 of unus of 3 of tres. Als je het eigenlijk zegt, dan hoor je al, je hoeft eigenlijk niet je hele tong al om te draaien om van de ene naar de andere te komen. Tuurlijk, ze zijn anders, maar ze lijken ook een beetje op elkaar. Zetten we daar nou eens een paar andere talen bij, die we ook bestuderen aan onze faculteit, de Arabisch en Hebreeuws, dan zie je dat het al een stuk lastiger wordt om daar gelijkenis tussen te vinden. Tenminste, Arabisch en Hebreeuws hebben wel wat overeenkomsten, maar met de talen daar in de drie linkerrijtjes wordt het een stuk lastiger. Met andere woorden, er zijn dus, wat Jones opmerkte, bepaalde talen die opvallend veel op elkaar lijken, terwijl andere meer van elkaar verschillen. Nou, dat Sanskriet van Jones heb ik hier even naast gezet. En ook het Litouws, een taal uit Noordoost-Europa. En met de kleur heb ik aangegeven wat een beetje bij elkaar hoort. Met name, kijk maar eens naar het woordje voor twee. Twee of duo of duo of twa of doe. Nou, dat is bijna allemaal hetzelfde. Terwijl als je daar de Arabische en Hebreeuwse vormen naast ziet, die op zich weer op elkaar lijken. Maar dan zie je dat daar de scheidslijn tussen loopt. Nou, dat is wat we noemen taalfamilies. We hebben links de talen, de vijf linkertalen zijn één taalfamilie en de talen rechts behoren tot een andere taalfamilie. Als je dat eenmaal weet, dan kun je op zoek gaan naar overeenkomsten, verschillen. En historisch taalkundigen hebben dat gebruikt om iets te reconstrueren als we het dan noemen klankwetten. Met andere woorden, kijk maar eens naar het woordje voor zes. Dan zie je dat eigenlijk alle talen van de linker vijf, die we in de Europese talen noemen, in de Europees, van India tot in Europa gesproken, die hebben daar iets van een Z of een S. Nou, dat verschil is niet eens zo groot. Alleen het Grieks heeft een H. En precies hetzelfde zien we bij het woordje voor zeven. Ook daar heeft het Grieks een H, de andere talen hebben iets van een S of een Z. En dan hebben we een soort klankwet, blijkbaar wordt een S in het Grieks een H. Dat is een heel simpel voorbeeld, maar dat kan je helemaal uitwerken. En dat hebben historisch taalkundigen sinds 1786 gedaan. En daardoor zijn ze in staat om wat we dan noemen het proto-Indo-Europees, die oertaal die aan al die talen ten grondslag ligt, te reconstrueren. We hebben er niets van op papier, we hebben er geen opname van, niets. En toch weten we eigenlijk vrij precies hoe die taal eruit heeft gezien. Hetzelfde kun je doen voor Arabisch-Hebreeuws, wat we noemen Semitische talen.
ook daar kan je dezelfde vergelijking opzetten en op die manier iets van proto-semitisch reconstrueren. Dit is de Indo-Europese taalfamilie, daar hou ik het even bij, dat is mijn specialisme. En daar zie je dus al die talen afgebeeld van Keltische talen op de Britse eilanden, de Romaanse talen, de Slavische talen, tot aan India aan toe. Horen allemaal bij elkaar. En ja, als je tegenwoordig nagaat hoe sterk ze verschillen, is het moeilijk voor te stellen dat ze allemaal toch van één oorsprong komen. Maar dat is echt zoals het is. Die mensen die hebben taal gesproken en daar hebben ze woorden voor. En die woorden drukken dus ja, de werkelijkheid waarin die mensen leven uit. Hier zien we de woorden voor het woord paard. En dan zie je dat dat toch nogal verschilt. Ik heb een aantal met kleuren weergegeven woorden die een beetje bij elkaar horen. Maar dit is nou niet a priori het beste voorbeeld, zou je zeggen, om te laten zien dat het allemaal van één oertaal is. Gelukkig hebben we van veel talen in Europa ook oudere bronnen. We hebben teksten uit in het Oud-Engels, in het Oud-Hoog-Duits, uit de 8e, 9e eeuw. We hebben het Latijn dat nog ouder is, het Grieks dat nog weer ouder is. Waardoor we eigenlijk al een stukje terug kunnen in die tijd. En als we dat is bij elkaar schrapen, die informatie. We kijken wat zegt men voor paard, een equus in het Latijn, een hippos in het Grieks. Ik heb er ook voorbeelden uit het Oud-Saxisch, Oud-Iers bij gesteld. En dan zie je ineens, dat lijkt allemaal best veel op elkaar. En via die reconstructietechniek van die historische taalwetenschap komen we dan tot een gereconstrueerde vorm voor het paard. Iets dat geklonken zou kunnen hebben als hekwo. Goed, blijkbaar is er dus één woord in die proto-Indo-Europese taal voor paard. En als we dat weten, dan kunnen we dus aannemen dat die mensen paarden gehad hebben. Op dezelfde manier, als we gaan kijken naar de onderdelen van een wagen. Die ziet hier in allerlei talen, ze hebben het door middel van plaatjes, is hier weergegeven. Dus dat onderdeel van de wagen dat een woord heeft dat uit het proto-Indo-Europees komt, dat is hier weergegeven. En je ziet dat bijvoorbeeld in Indo-Iraanse talen, dus dat in Persisch, Sanskriet, daar zijn heel veel van die woorden overgeleverd, ook in het Germaans. Met andere woorden, die sprekers van het proto-Indo-Europees hadden niet alleen paarden, maar ze hadden ook wagens. Dus zo weten we al iets meer over de cultuur eigenlijk van die sprekers, zonder dat we ooit iemand uit die tijd gesproken hebben. Dat kan je doortrekken. Er zijn meer woorden die we kunnen reconstrueren. Een woord voor beuk, een woord voor berk, een woord voor wolf, bever, rogge. Iets voor een handmolen om graan mee te malen. En daardoor ontstaat als het ware een beeld van de omgeving waarin de sprekers van die taal geleefd hebben. Dus taal is één ding, de reconstructie ervan, maar daardoor ook krijg je als het ware indirect toegang tot de cultuur daarvan. Nou, dat kan je leggen naast informatie die we halen uit archeologie. En dan vinden we deze cultuur, de Jamna-cultuur, zo'n 5.500 jaar geleden, in een gebied dat nu Zuid-Rusland en Oekraïne is. En daar vinden we precies de dingen die we in die reconstructie terugvinden. Daar hebben we beuken, daar hebben we berken, daar hebben we wolven. En daar vinden we ook graven van mensen die met paard en wagen, aanzienlijke vorsten blijkbaar, rijke lieden, die daar begraven werden met hun paard en wagen en al. En wat we kunnen reconstrueren is dat vanuit dat gebied, ze hebben die sprekers of die talen zich verspreid naar het westen, naar het oosten. En zo is die verspreiding tot stand gekomen die ik op het eerdere kaartje heb laten zien. Een belangrijke vraag daarbij is van, ja, maar hoe hebben die talen zich dan verspreid? Zijn die mensen verhuisd of hebben de buren de taal geleerd en waarom hebben ze dat dan gedaan? En dan komen we op historische vragen. Nou, daar zijn verschillende visies op en het leuke is dat als je gaat kijken naar die visies, dat we eigenlijk ook weer heel veel terug horen over de onderzoekers zelf en over de tijd waarin die mensen gewerkt hebben en gevormd zijn. Maria Kimbutas is een onderzoekster die oorspronkelijk uit Litouwen kwam, later in Amerika gewerkt heeft. En zij zag het zo dat er een militaire dominantie was van die sprekers van die Indo-Europese talen. Die waren met paard en wagen, die waren agressief, die waren militair dominant. En die veroverden de buren en die legden ze hun cultuur en hun taal op. Dat was haar idee. We noemen dat de Kurgan-hypothese. Je ziet op het plaatje zo'n Kurgan, dat is zo'n grafheuvel. En ik zei al van die grafheuvels waarin soms dus voornamelijk lieden met paard en wagen en al begraven werden. Dus een vrij
agressieve ontwikkeling. Zij zag dat in contrast met de vroegere culturen van Europa. En zij gingen vanuit dat dat vreedzame, egalitaire, dus waar mensen veel meer gelijk waren, matriarchaal, waar de rol van de vrouw veel vooraanstaander was. En dat contrasteerde zij met die agressieve, mannelijk gedomineerde ruiter en wagencultuur van die sprekers van het Indo-Europees. En er is haar soms wel eens verwezen dat ze feministische archeologie bedreef. Nou, daar hebben we puur hedendaags thema gekoppeld aan interpretatie van het verleden. Namelijk dat zij de positie van de vrouw in dat oude Europa, in dat voor in de Europese Europa, te sterk aan zou zetten. En dat patriarchale, dat agressieve aan de andere kant. Er zijn ook mensen die daar heel anders naar kijken. Harald Haarman die ziet dat anders. Die benadrukt dat het ging om contacten tussen culturen onderling. Dat volkeren zich inderdaad versplaatsten, daardoor met elkaar in contact kwamen en daar ook van elkaar dingen leerden. Dat in die contactzone mensen als het ware gewend raakten aan een soort multiculturele samenleving. Weer een woord, heel erg 21ste eeuws. Waarin verschillende zeden en gewoonten naast elkaar konden bestaan. En waarbij de volkeren van het oude Europa, dus die sprekers, die mensen die talen spraken voordat dat in de Europees kwam, ook veel van hun eigen cultuur en traditie behielden. Totaal andere kijk op de zaak dan wat Gimbutas laat zien. Los even van de vraag hoe het nou gezeten heeft, want als ik daar een antwoord op ga geven, neem ik misschien ook mijn interpretaties weer mee. Is het wel interessant om even de stap te maken naar 20ste, 21ste eeuw. En te gaan kijken wat die mensen nou zelf meegemaakt hebben. En misschien zit een stukje van het begrip van hoe deze belangrijke en goede onderzoekers kijken naar het verleden ook wel in de geschiedenis van de 20ste en de 21ste eeuw. Maria Gimbutas is in 19 geboren voor de Tweede Wereldoorlog in het toen onafhankelijke Litouwen, dat door de Sovjet-troepen onder de voet werd gelopen. De agressieve, dominante dictator Stalin die de Baltische Staten in wilde lijven. Haar moeder was bovendien de eerste vrouwelijke arts van Litouwen. Als we dat bedenken, dan is het misschien best begrijpelijk dat zij het heeft over agressieve aanvallers vanuit het oosten en over de belangrijke rol van de vrouw die daarbij in de verdrukking raakt. Kijken we naar haar man. Die is geboren in 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen we af wilden van alle toestanden en geweld. En een typisch voorbeeld van wat we dan tegenwoordig noemen de babyboom-generatie. De generatie die studeerde en zich vormde in de jaren 60. Met John Lennon in de Peace Sit-in in het Hilton Hotel hier in Amsterdam. De Flower Power en eigenlijk het idee van we zijn toch allemaal goed met elkaar. En een basis voor het visie van multiculturalisme. Het naast elkaar vreedzaam kunnen bestaan van meerdere culturen. Ja, wie heeft er nou gelijk? Intussen weten we via allerlei DNA-onderzoek dat er grote stromen kolonisten zijn geweest. En dat het inderdaad misschien wel een kwestie is geweest van het onder de voet lopen. Of het dan helemaal zo was zoals Gimbutas was, dat er een hele vreedzame matriarchale cultuur vernietigd werd door hele agressieve mannen. Is misschien ook weer toch te veel haar visie. In ieder geval, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar wat dit voorbeeld wel laat zien, is dat zelfs de interpretatie over iets dat 5000 jaar geleden gebeurd is, beïnvloed kan worden op zijn minst door de manier waarop mensen de 20ste en de 21ste eeuw daarin zijn gevormd en zich ontwikkeld hebben. Goed, ik heb op die manier hopelijk even een beetje een beeld gegeven van wat, als we het hebben over taal, cultuur en regiostudies, dat hoe die dingen met elkaar interacteren. Dus dat de cultuur, de maatschappij van de 20ste en 21ste eeuw van invloed zijn op de cultuur, maar ook op het begrip van de vorming van de cultuur, hoe omgekeerd natuurlijk onze huidige cultuur gevormd is door het verleden. En dat zijn typisch thema's waar we in deze studies mee bezig zijn.